Het is zomer op de tuin. De maïsplanten zijn nu heel groot geworden. Op de schooltuin worden de maïsplanten voorgezaaid in de kas. Het begint allemaal met één maïskorrel. De jonge plantjes zijn uitgeplant in de tuin. En daarna gingen ze heel snel groeien. En stevig worden. Nu komen de bloemknoppen tevoorschijn. Maïs is een grote grasplant. De bloemetjes bovenin lijken op grasbloemen, zoals bijvoorbeeld van riet. Maar het is toch anders, want maïs heeft bovenin alleen mannelijke bloemen. In volle bloei zie je meeldraden hangen aan hun dunne steeltjes. Het stuifmeel waait weg met de wind. En waar naartoe? Als het goed is, naar de vrouwelijke bloemen die lager aan deze en andere maïsplanten groeien. Je ziet een bos kleverige draden. Het is het enige dat je te zien krijgt van de bloemen. De rest zit ingepakt in de groene pakjes. De draden zijn de stempels van de bloemen. Zo ziet het er van binnen uit. Het lijkt al op een maïskolf. Maar de korrels zijn nog wit of groenig. Het zijn nu nog bloemen. Eén bloempje bestaat uit een vruchtbeginsel en een hele lange draad, de stempel. Als er stuifmeel op de draad is gevallen, kan het vruchtbeginsel uitgroeien tot een rijpe maïskorrel. Ieder bloempje moet apart bevrucht worden. En hoe zie je of de maïskolf rijp is? Ze zitten zo goed ingepakt. De draden moeten allemaal bruin zijn. En de kolf moet dik aanvoelen. Voorzichtig openmaken aan één kant kan ook. Ja, hij zou kunnen, hè? Zijn de korrels allemaal geel? Ja. Knijp in een korrel en kijk of het sap niet meer doorzichtig is, maar melkachtig wit. Kijk, dit is een maïskolf waar niet alle korrels bevrucht zijn. Wacht niet te lang met oogsten. De vogels zijn je dan vaak voor. Het oogsten is een mooi moment. Sorry, maïs. Deze maïs is geel. Dus dat is hij dus klaar. Ik ben dol op het.